De noordzijde van de Rotterdamse Ruit op de A20 staat bovenaan de landelijke filetop. De verkeersafwikkeling wordt gereguleerd via matrixborden boven de weg, verkeerslichten bij op- en afritten, toeritdosering en dynamische maximumsnelheden. Specialisten van Rijkswaterstaat, gemeente Rotterdam, Bereik en de verkeersonderneming vormen een team dat aan de hand van big data analyses het verkeer nog slimmer reguleert en de doorstroming verbetert. Het team zet de automobilist en zijn reis centraal en kijkt daarbij over de grenzen van de eigen wegen heen. Praktijkkennis, recent gelegde koppelingen tussen systemen en een nieuwe generatie algoritme worden ingezet en stapsgewijs bijgesteld. Moving Traffic zorgt er zo voor dat het verkeer op dit stuk aanzienlijk beter doorstroomt. Het resultaat onderaan de streep, gemiddeld 14% minder voertuigverliesuren.